mensen, tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe video bij mijn kanaal Gamesview. En in deze video gaan we een keertje wat anders doen dan wat ik normaal opneem. Eigenlijk niet heel erg iets anders. We gaan gewoon GTA doen, maar niet GTA op de PlayStation, maar op de PC. En zoals je ziet, het loopt veel smoother dan op PlayStation. Het is ook echt een 60 fps game op PC. En wat we vandaag gaan doen in deze video, wij gaan lekker de update uitchecken, wat je allemaal nieuw kan doen. En laten we maar gelijk beginnen. Dus we gaan eerst even naar mijn telefoontje. Ik moet wel alles nog even een beetje onder de knie krijgen, want het is PC en ik ben PC niet heel erg gewend. Maar wat we eerst gaan doen is, we gaan even naar de Warstock. We moeten even natuurlijk wel even wat mooie vehicles kopen. En oké, hier staan ze. Ik heb op de PC natuurlijk in de livestream heb wel al wat gezien en zo. Maar je ziet ook dat ik op PC 10 miljoen heb. En ik kan nog wel zelfs nog wat auto's verkopen. Dus daarom dacht ik van, weet je, we gaan gewoon op PC even kijken. Want dan kunnen we meer uitchecken. Bijvoorbeeld deze wil ik echt heel graag gaan kopen. Dus die gaan we zo meteen kopen. Maar laten we eerst even een bunkertje kopen. En ik weet al een beetje waar het allemaal is. En ik vind het best wel geinig, want ik speel gewoon met mijn muis natuurlijk. Dus dit is eigenlijk gewoon net internet zoals ja, in het echt. En op PC, of op PlayStation heb ik deze. 1,5 miljoen. Dus eigenlijk wil ik een soort andere. Maar wel eentje die een beetje redelijk dichtbij is. Op zich vind ik die wel geinig geplet. Die is naast de dinges. Of deze. Zullen we gewoon die naast het vliegveld halen? 1,7 miljoen. Hoeveel duur is deze? 1,6. Oh, dat is niet zoveel verschil. Oké, we gaan deze halen. Oké, bunkerstijl. We kunnen hier natuurlijk de stijl kiezen hoe die eruit moeten zien. Deze heb ik op de PlayStation. Dat blauwe is wel erg dik. Hoe ziet het gele eruit? Zullen we gewoon van de... ik weet niet. Ik vind die geel... Ik vind dit er wel dik uitzien. We nemen de gele. Personal quarters. Personal quarters, dat is waar je kan verblijven, waar je kan slapen. Pompen we er ook gewoon in. Shooting range. Dat ziet er ook wel vet uit. Oh, dit is iets duurder. Weet je, mij maakt niet uit of het zwart of wit is. Dus ik kies voor het zwart. Gunlocker, hoeft van mij niet per se. Natuurlijk, de karretjes er wel in. Ken je die 1 of ken je die 2? Ah, hier kunnen allemaal spullen. Oké, 3, is bijna 2 miljoen. Laten we het gewoon kopen. Buy it. Zo, we hebben nu nog 7 miljoen. Natuurlijk gewoon genoeg geld nog. En we gaan even nog wat andere dingetjes kopen. Ik dacht meer aan die vrachtwagen. Ik vind die vrachtwagen wel dik. 1,2 miljoen. Even kijken hoor. Ik weet niet hoe duur dit allemaal zal zijn. Wat kan je hier allemaal doen? Haller custom. Oh, longkant. Die vind ik echt lelijk, ouwe. Ja, deze is gewoon... Is die heel duur dan? Ja, valt mee. Maar ik ga toch voor deze. Deze truck ziet gewoon beast eruit. Living Quarters Comment Center. Wat is dat? Living Quarters Comment Center... Ja, weet je, hier kan je... Nou, voor mij kan het gewoon die blijven. B2. Hier kan je volgens mij je auto's doen. Weapon Workshop kan je erin zetten. Weapon and Fuel. Dubbel size B. If you select this, you lose your access B in B3. Oh. Want, oh, oké, okay, ik snap dat. Hier doen we gewoon de Weapon Workshop. En dan hier die auto. Kan ook personal vehicles. Ja, kijk. 1,6 miljoen. Oh, je kan ook nog... Oeh, lol. Ah, groen. Ik vind dit bruin is wel sick. Kooi, we pompen er nog gewoon even 1,8 miljoen er bovenop. En we hebben nu nog steeds 5 miljoen euro. Nu hebben we zeg maar gekocht wat we nodig hebben voor, om geld te maken. En wat ik nu nog wil gaan kopen is eigenlijk deze. Ik vind deze er wel erg ziek uitzien. Part of the gunrunning natuurlijk. Dit zijn alle nieuwe vehicles. Deze zien er ook gewoon allemaal dik uit. Die motor ben ik niet zo fan van. Want ik hou niet zo van vliegende motors. Dat is... Weet je, het is wel vet, maar ja, ik vind het een beetje geldverspilling. Ik ga voor de tank en dan met die raketten erop. Ik weet niet welke dat is. Wat is het verschil? Buy it now of trade price. Oh. Nou, wij kopen het gewoon nu. Oké, okay, zullen we gewoon over Operation Center. Daar doen we het in. Bot. Not sold. Purchase cancelled. Please buy something. Wat? Ik heb net iets gekocht. Wat doet dit spel raar? Wat? Ik snap er geen kut van. Hebben we nou gekocht of niet? Oh, what the fuck. Zonder glitch het wel. Zullen we gewoon een garage doen? Kijk, dat doen we hier. Not sold. Purchase cancelled. Oké, okay, wel. Waarschijnlijk kunnen we het nog niet kopen of zo. Misschien moeten we eerst een tutorial nog doen in de... Hoe heet dat? In de headquarters. Bij waar ons mooie bunkertje staat. Dus ik denk dat we daar even heen moeten gaan. Dus even zien, dat ding stond ergens daar boven. Hier kan die... Kijk, daar is die. We moeten helemaal daarheen. Dus ik zet de marker daar naartoe. We gaan even lekkertje daarheen rijden. Dus ik zie jullie zo meteen als we bij de bunk zijn.
Tot zo. We zijn er bijna, we zijn er bijna, maar nog niet helemaal. Of toch waar? We zijn er gewoon. Kijk dan, daar is het mooie steen gebeuren. Zullen we gewoon off-road? Fuck it, we gaan gewoon door de greppel. Hier, hots. Hier, lekker. Ja, goed zo. Nice, jongen. Die Nissan Skyline kan gewoon alles aan. Kijk dan, dit is het hoor. Dit is een mooie hoofdkwartier. We noemen het de Real Cave. Ja, ik kan echt geen originele naam verzinnen. Oh, het gaat open. Oh mijn god. Wat een mooi ding. Het ziet er nog steeds echt ziek uit hier. Mooie autootje erin. Bonjour gewoon. Dit is wel dik. Woon je daar in die boerderij daarachter? Zie je opeens zo'n heel ding open gaan in je weiland. En denk van, what the fuck? Kijk dan, we komen binnen hoor. Zo, lekker inzoomen. Yo, welkom. Hoe komt hij in mijn bunker, jongen? Hoe komt hij hier binnen? Heeft hij de sleutels ofzo? We're selling this silly old place. Kijk, ik heb gewoon sleutels. Hey, het is eigenlijk best ruim. We krijgen zulke sleutels, maar waar de fuck moet het sleutel in om er binnen te komen, joh? Anyway, we're just moving to somewhere else equally routine. Hey, hurry! Lekker aan het inladen daar. Come on, destroy anything you can't carry. Ze moeten wel voorzichtig zijn met mijn spullen. Ik heb er geld voor betaald. Boutique hotel or some such. It'd be great as that. Be great as that. Microbrewery or record decks, hog roast. It's perfect. Yeah. Even. Hij neemt gewoon de tijd voor dat kalletje. Yes, we're almost done. Zo, oké, die gele wand hoor. Dat ziet er nice uit. We've destroyed everything. Beetje spieken daar. Oh, ik mag er niet eens heen. Het is mijn bunker, vriend. Ik kan jou er ook gewoon uitsturen, hè? What are you a fucking fortune cookie? Zo, hij wordt wel boos, hè? Zo, allemaal mooie meszakken daar. Prachtig. So, listen. How would you like to make some money? Ja, ik wil wel geld verdienen, hè. Ik heb net mijn hele bankrekening leeggekeeperd om dit te kopen. Hey, stop destroying things. Some of you are staying. We hebben wel goede werknemers hoor. Ze laten gewoon shit vallen. Nou, even lekker zitten, hè. Kijk dan. It's really lovely to meet you. Zo. Gaspedaal gevonden. Oh, er staat gewoon een vrachtwagen. Hey, dit is mijn vrachtwagen. Is dat ook die ik heb gekocht? Denk het wel. Zo, hij heeft er wel zin hoor. Gas, gewoon de, hier, mooie leidingen. Zo. Lekker schieten. Sorry, geen kut. Die kan je wel... Die heeft wel een lekkere klik met al die mensen die hier werken. Wat een man, ouwe. Wat een man. Ah, Mr. Exit. Hier, een mooi lampje daar, hè. Waarom konden ze daar niet van die fatsoenlijke lampen gaan doen? Zo, hij kan wel goed, Should have just reversed. Lol. Ik zit daar ook zo van. Ja, ik doe hem eigenlijk geen fuck wat hij zegt. Laat mij gewoon geld verdienen, godverdomme. Zo, mooi bochtje, hoor. Waar gaan we nu heen? Oeh, dit is een soort lab of zo. Zo, manufacturing. Kijk dan, lekker aan het werk, jongens. Mooie patta's, schimpies. Oeh, dat zijn wel lekkere wapens. Kijk, dat is wel een vet plafond nou, wat haalt. Dat is sick. Zo, we hebben al flinke dozen staan. Er zijn allemaal en shit in zitten. Ik heb medals voor dit. Promise you. Come look at this. Hier, slaven. Nee, brengen. Een dikke raket of zo. Hij is wel aardig voor die mensen die hier werken hoor. Zo. Hij scheurt er ook wel lekker doorheen met die, hoe heet dat? Golfkarretje. Fantastisch. En we zijn weer bij af. Bij de miszakjes. Jesus. We gotta get out of here. We're bombing someone tomorrow. I mean... I don't know what I mean. Doesn't matter. Yep, and we staan weer, hè? It's been wonderful. Remember, we never met. You never saw me. Oh. Hij doet gewoon zo en die deur gaat open. Wat een koning, hoor. Ach, jij maar lekker lopen naar huis. Wij nemen de golfcar wel. Daag. Wat een vent, ouwe. Los. Oké, we zitten in de... Ja, in de bed, in de real cave. Maar het zit me nog steeds niet lekker dat ik... Die tank niet kan kopen. Ik wil die tank kopen. Zou dat nu wel kunnen, omdat we nu een dikke grot hebben? Kijk, ik wil die kopen. En dan in
garage en dan empty. Not sold, purchase cancelled, please buy something. Ik snap dit niet, ouwe. Oké, we gaan daar wel later op terugkomen. Laten we eerst even rond bonjouren in de grot. Neem gewoon even lekker zo'n vol kantje, weet je, met een ander stuff erin. Oké, let's rij. Oké, we gaan eerst even naar die vrachtwagen hier. Want ik weet dat je hier allemaal shit kan doen. Dit hebben we ook in de stream gekeken. Oké, we gaan even lekker toeren. Kijk wat een snel ding dit is. Zo, even om het lampje heen, kan dat? Kunnen we dat? Ja, kijk, hier een mooi bochtje nemen. Zo. Yo, Frits, welkom jongen. Ik ben er. Zo. Wat ben je allemaal hier aan het doen, jongen? Wat ben je allemaal aan het doen? Oké, we kunnen dit customizen en zo. Zullen we gewoon een beetje de armor van de vrachtwagen doen? Oké, respray. Dit is de crew color. Ik vind eigenlijk ook iets felgeels of zo, weet je wel. Echt zo'n felle kleur. Laat even iets kijken. Dat pearlescent shit. Ja, lol. Oké, laten we even gewoon een geinige kleurtje pakken. Wat wel een beetje vet eruit ziet. Blauw ziet op zich. Blue. We nemen gewoon blue. Ja, nou, hey, geweldig. Customized trailer moeten we natuurlijk ook doen. Livery. Oh, er staat hier een livery, maar je kan er geen livery op doen. Oké, wat is dit? Oh, dat is wel vet. Maar ik wil eerst de primary color. Dan moeten we ook even blue maken. Dat is wel nice dat je gewoon kan scrollen, weet je wel. Dat is wel snel. Oké, blue. Kijk dan. En dan doen we de secondary color. Iets schijnigs. Wit of zo. Wit is wel nice, toch? Wit met blauw. Kijk, prachtig. Oh, wat is dat? Weapons. Oh, front turret. Oh, we hebben gewoon een turret erop staan. Oké, dat is wel nice. Oké, we zijn hier klaar. Laten we even naar binnen gaan. Frits, doe je werk hier. Gaan we even daar een beetje gaan sleutelen. Wij gaan wel even binnen beloeren wat je hier allemaal kan doen. Ik ben benieuwd. Want ik heb gehoord natuurlijk dat je wapens kan customizen. En dat ben ik best wel benieuwd naar, want je kan volgens mij echt gekke shit maken. Kijk, ik zie ook een wapentje op de map staan. Hé, dat is de kerstman. Yo, hé, Frits 2.0, jongen. Volgens mij kan het hier, toch? Moet ik dat hier doen? Ik weet niet. Moet ik dan op K drukken? Ja, oh my god. Oké, je kan dus de AK kan je doen. Dat ziet er nice uit. Combat en... Oké, zullen we deze doen? Oh, upgrade. 100k, fuck it, heb ik het erover. Kijk dan, bedoel. Dit ziet er wel echt dik uit, hoor. Magazines. Oeh, dat... Wat is nou beter, dit of die? Bullets are bright, visible marks, that march tint of the gun. Oké, dan nemen we deze. Dat is zeg maar, dat witte, dat onderin volgens mij, dat verandert dan met welke kleurtje je neemt. Grip er natuurlijk op, flashlight doen we er ook gewoon bij, geld zat. Scopes. Wat is dit dan voor scope? Holographic sight, oh. Nou, zullen we gewoon de grootste nemen? We nemen de grootste. Muzzles. Suppressor natuurlijk. Suppressor is altijd nice. Barrels. Kunnen we niks. Livery. Oké, livery. Je kan zo'n soort camo erop doen. En deze kunnen... Oh, dit... Oeh. Dat is ook wel nice. Maar ik ga denk toch voor deze. Ja, we gaan voor deze. Hier. We nemen het gewoon bij. Livery color. Oh, je kan het ook nog een kleur geven. Zwart. Dat zie je niet. White. Blue. Oeh. Aqua nemen. Aqua is nice. Tints. Ik kan wel... Holy shit. Zo'n wit wel... Wit is wel nice, toch? Met dat dingetje daar. Wit. Wacht, hebben we nou wit gekregen? Classic 2. Lekker bezig, Dylan. Lekker bezig. Nou moeten we eigenlijk... Die livery moeten we dan ook wit maken. Kijk, dan heb je echt zo'n wit met een beetje grijs erop. Kijk, dit ziet er echt dik uit. Oké, nice. We hebben even gek wapen. Hier hebben we ook zo'n mooi laptopje. Of een computertje. En je rond... Doe maar zo. Alleen, ik wil even die tank gaan kopen. Maar ik weet niet waarom ik dat niet kan kopen. Want ze zeggen dat je niks hebt gekocht. Maar dude, ik wil iets kopen houden. Dus we moeten even kijken hoe we dat gaan fixen. Want ja, anders kunnen we die tank niet gaan kopen. En dat zou wel kut zijn. Zo jongens, ik heb gefixt hoe ik die tank moest kopen. En het was iets heel raars. Ik moest eigenlijk iets anders kopen eerst. Voordat ik die kon kopen. Dat was echt raar. Waarschijnlijk had ik nog nooit iets gekocht op PC. Waardoor ik hem nog niet kon kopen. Dus ik had gewoon een gratis hele lijntje gekocht, weet je. En dan kon ik hem kopen. Maar zoals je ziet zitten we lekker met ons mooie karretje door onze bunker heen te rijden. En ik zie hier zo'n mooi laptopje. En volgens mij kan je hier shit kopen, supplies, waardoor je geld kan verdienen. Want je ziet ook rechts onderin van, yo, hey, value staat 0 euro. We hebben nog niks verdiend met ons bedrijfje. Dus er moet eigenlijk wat geld komen. Dus wij gaan gewoon even beloeren wat we kunnen kopen. En volgens mij moet je dan
shit gaan kopen. Welcome to Disruption Logistics, your number one armament redistribution resource. Oké, ik heb gewoon geskipt een beetje. Fuck it. Oké, we hebben dus nu een business gaande. Dus wij moeten dus geld kunnen verdienen met deze bunker. Oké, wat moeten we doen? Click June and deliver it to the bunker. Oké, we moeten een June gaan halen. Hier staat mijn auto. Agent Ford. There's a dune loader carrying the requisite supplies that Okay, dus we moeten een dune gaan nakken. En daar kunnen we dan shit van krijgen. Oké, we zullen zien. Krijgen we een marker? Ja, oké. Your APC is confirmed. Zullen we daar gewoon in gaan? Zullen we daar gewoon... Fuck it, we gaan gewoon kijken. We hebben een time limit van een half uur, dus tijd zal, denk ik. We gaan gewoon in dit tankie. Gaan we lekker naar de marker, naar de Shumash Plaza. Lekker in de tank. Oké, hoe kan je schieten? Weet iemand hoe je überhaupt schieten? Als je... Nee, volgens mij kan dat niet, of wel? Waarschijnlijk moeten we nog up gaan kreden en zo. Oké, we gaan lekker door. Dat ding heeft wel vet geluid, hoor. Zo. Keep on calm. Go to Shumash Plaza. Oké, let's fucking go. Ta-ta-ta-ta-ta. Even naar rechts kijken. Naar links. Komt er niks aan? Nee. Gewoon doorrijden. Hots. Haha, mensen gaan toch voor ons aan de kant dan wij voor hun. Wij rijden in een tank, jongen. En wat moet je dan? Wat zit je achter me te drukken? Zullen we even achteruit rijden? Yo, wat zit je te drukken? Hier, opzouten. Oh, hij is gelijk dood, serieus? Oh, gewoon over die auto heen. Hey, wacht dan jij. Bots. We rijden gewoon over auto's heen, jongen. Opzouten, bruur, wij zijn veel sterker. Kut, die guy is boos. Oké, wacht. Even stilstaan. Ik heb gemerkt dat je met haar van gek is, waardoor je dan kan schieten. Oké, hier, bots. En dan... Down, bitch. En dan... Oeh. En dan... Boom. En dan die daarachter. Nee, en jij. Nee, dan moet je mij hier niet langskomen, bruur. Maar weet je wat wel jammer is aan deze auto? En dat kom ik nu pas achter. Ik weet niet of het... Ja, ik heb gewoon... Of er moet iets anders zijn of zo. Maar ik kan niet zoals een echte tank rijden en schieten tegelijk. Kijk, zie je, ik kan nu, ik heb dat richtpuntje niet meer, ik kan niet schieten. Dus als je op de secondaire stoel zit, dus er moet eigenlijk zeg maar iemand naast je gaan zitten, wil je in dit ding kunnen schieten en rijden. Oké, ik denk dat dat het is, die auto. Ja, oké. Oké, we moeten die auto collecten supplies. Oké, we gaan de auto pakken. Yo boys, hoe is het? Lekker aan het drinken, jongen. Hier opzouten. Oké, wij nemen even deze mooie truck mee. Hij rent ook gewoon gelijk weg, hè. Ik ben de vrouw, ik duw... Oh, what the fuck. Oké, we hebben de auto met een dik... twee kisten of één kist? Één kist. Nee, twee volgens mij. Twee kisten achterop. Dus we moeten gewoon even doorkarren. Even naar onze bunker rijden. Het is wel 5 mijl, dus dat is wel... Knijt is ver weg. Dus we moeten gewoon even snel die nitro in dit vage... Wat zou het zijn? Lekker mooie truck met een mooi uitlaatje ernaast gaan rijden. Dus we hebben gewoon de speed er wel in zitten, hoor. Het gaat lekker snel. Zo. Deze heeft een verroodband, dus het gaat goed. We hebben het gered. We hadden nog 7 minuten over. Kijk. Zo. Gedeliverd. Ik ben best benieuwd of we hier geld van krijgen of shit. Ik weet niet wat ermee gaat gebeuren. Ik ben benieuwd. Setup complete. A weapon manufacturer has started. Dus we gaan wapens voor mij maken. Oké, dat is nou nice om te horen. Gewoon mensen die wapens voor mij gaan maken. Dat is wel nice. Oké, dan moeten we even dat laadschermpje. Oké, this is the manufacture area. Weapons and ammunition will be assembled here. Oké, wat is dit? Assembled weapons and ammunition will be loaded. Oké, hier komen dus zeg maar alle crates en shit wat je steelt. Komt daar. Is restock represented, run out of supplies. Oké, check de bunker. Oké, dit is zeg maar het storage ding. Oké, wat is dit? Research area. Oké, staff members here unlock a range of weapons and vehicles modifications. Oké, dus hier gaat zeg maar, mijn werknemers gaan die allemaal shit maken. Wapens, ze hebben allemaal er natuurlijk voor nodig. Dus ik ben best benieuwd. Oké, we hebben het er niet aan. Agent 14. Package received, the team are going to work. Oké, dat kon je me ook gewoon... kijk, dus de hele, daar zijn al de supplies, dat is wel super nice. En ik wil eigenlijk nu die vrachtwagen gaan bellen, of die truck die we hadden. Dus kan dat hier? Dan moet zeker... Oké, we gaan eerst naar buiten en we rijden dat ding naar binnen. Want ik weet niet, dat ding moet je kunnen tunen, maar waar weet ik echt niet. Zo mensen, we zijn aangekomen bij onze vrachtwagen. En wat je hier dan in kan doen is deze truck gaan kopen. En dat gaan we dus doen. We gaan K to modify this vehicle. Dus ik ben best benieuwd hoe die, wat we allemaal gaan tunen en wat je allemaal kan tunen. Ik ben best benieuwd.
Het gaat waarschijnlijk heel veel geld kosten. Kijk, okay, we hebben 700k, want ik moest iets extra's kopen in deze vrachtwagen. Dus we gaan kijken, armor. Moet nou sowieso moet dat veel meer worden. Brakes wat beter. Het is wel duur. Engine. Upgraden we ook. Horn is al goed. Lights. Ja, die laat ik eigenlijk. Dat vind ik eigenlijk. Oké, hier, dit is vet. Dit is echt zo'n camo. Kijk dit. Oké, dit is echt sick. Oké, welke heb je allemaal? Oh shit. Oh, die is wel nice. Ik wil eigenlijk zo'n soort zandcamouflage. Weet je wel, echt zo'n woestijnding. Oh, die kunnen we allemaal nog niet. Serieus? Kunnen we nou geen zandcamouflage doen? Oh, dit is wel een beetje sand. Oh my god. We kunnen alleen maar deze doen, man. Oh. Dan ga ik denk ik toch voor deze. Deze vind ik dan het vetst. Ja, we kopen deze. De Modern 5 Color. Let's go. Proximity Mine. Dat hoeft niet per se. Dat is wel duur trouwens. Respray. Oh, we kunnen ook resprayen. Oeh, daar moeten we eigenlijk zo'n zandkleurtje doen. Wacht, dat is cream, hè? Oh, ja, dat hebben we al. Oeh, je kan gewoon... Oh, dit is best wel dik houden. Lime green is echt vies. Dus eigenlijk is zwart vind ik wel vet hoor. Kijk, even kijken hoe zwart eruit ziet. Oké, dit ziet er. Holy shit, dat zwart. Oké, we kopen die. Zwart. Here we go, lekker hoor. Zijn smissie, kunnen we ook nog lager maken? Oh nee, dit is gewoon snelheid. Oké, pompen we er ook gewoon in. Weapons. Sam battery. Wat is dat? Oh, dan kan je dat ding erbovenop, kan je dan helemaal. Dan kan je zo'n, zeg maar zo'n raket, zou ik maar zeggen. Een raketwerper. Geblindeerde ramen. Kunnen we nog iets van wheels doen? Ja, wheels. Ik weet niet of we wheels moeten gaan upgraden, hè? Op zich, dit ziet er ook wel dik uit. Maar die standaard wheels... Ik ga voor die standaard houden. Dit ziet er wel echt dik uit. Holy shit, oké. Okay, ik ben benieuwd al. Dit ding ziet er fucking dik uit. Hij is waarschijnlijk ook sneller. Holy shit. Holy damn, dat geluid is zo fucking ziek van dit ding, hè? Hoor dat dan. Brrr. Dit ziet er wel echt dik uit. Zullen we gewoon proberen 5 sterren te gaan krijgen met dit ding? We gaan gewoon ergens op een drukke straat. Gaan we gewoon staan en dan gaan we schieten. Dan gaan we een beetje ronddraaien. Want ik kan nu niet schieten, maar wel als ik gewoon de positie verander in dit ding. Dus we gaan even wat mensen en wat auto's opblazen. Dus we gaan switchen naar de andere zitplek. Hot. Oké, let's go. Jij moest hier eigenlijk niet staan, vriend. Daag. Killen die bewaken daar. Bot. Die vrouw hier. Of een man, weet ik wel. Die bewaker denkt ook van dat hij alles kan met zijn handpistooltje. Daag. Oké, even hier. We gaan gewoon alles opblazen wat we tegenkomen. Hot, down. Daar zit iemand lopen. Daag. Oh, de politie is er nu al, joh. Oké, ik ben benieuwd hoe lang dit ding kan overleven houden. Oh, die was mis. Die was haak. Moedertje. Holy shit, ouwe. Niemand kan nu iets doen. Dit is een tank gewoon, hè. Dit is echt sick, ouwe. Bots. Come at me, bros. We hebben nu al 4 sterren. We staan hier een week veel kort. Die politieauto. Hier, we blazen de benzinestation op. Die, bitch. Everyone, die. Oké, okay, helikopter. Hop. Zelfs die is fucking snel dood. Zo. Bots. Ze kunnen niks, ouwe. Ze kunnen echt niks. Alle... Waarom komen ze ook nog hier? Kijk die guiden staan dan. ME-bus of auto's staan hier. Oh my god. Waar is de heli? Oh, daar. Oh my god. Oh, what the fuck? We killen iedereen, ik zeg het je. 5 sterren, we hebben het nu al gehaald. We hebben nu al 5 sterren. Oké, nu gaan we even switchen weer naar de andere plek. En dan gaan we even rondrijden. Ik ben best benieuwd of dit ding überhaupt nog door water kan, weet je wel. Dat is ook wel gek. Zullen we dat anders zo even kijken? Hots! Oh my god, dan heb ik die guy eraf gekild gewoon. Hier, over deze heen. Hots. We rijden gewoon over die politie heen. Over die? Hier. Het komt omdat hij zo'n mooie schans voor kan delen. Dat is wel sick. Hier, gaan we even over deze heen. Hop. Oh, niet eens. Oké. Hun denken dus... Wat ze vaks hebben... Ik kan niet gewoon tussendoor, maar we gaan er gewoon tegenaan beuken. Oh my god. Ik reed er gewoon clean overheen, ouwe. Hier aan de kant. Oh, wat. Dit is sick, ouwe. Dit is natuurlijk leuker dan zo'n normale tank. Oké, we hebben nu een andere plek. We gaan weer switchen. Dan gaan we weer schieten met het ding. Wat. Uit de lucht, jullie. Daar.
Oké. Dit is zo fuck. Ik vind het. Dit ding is echt sick. Oké, we gaan weer rijden. Let's go. What? Weg daar. What? Niemand kan me iets maken in dit ding. Natuurlijk gaat het ding wel na een tijdje dood. Ik noem het gewoon het ding, maar het is gewoon. Ik vind het zo vet ding. Alleen jammer dat je niet kan schieten nu tegelijkertijd. Want dan kon ik gewoon nu deze guy killen. What? Hop. Zo, ik rij hem eraf, jongen. Dit is. Wat wil de politie tegen gaan doen nou? Ze kunnen zoveel gaan schieten. Kunnen we die vrachtwagen? Nee, die vrachtwagen kunnen we niet omver rijden. Maar we moeten eigenlijk een soort van water iets gaan vinden. Laten we eerst even over de snelweg gaan. Hot, wij tillen jou even op. We rijden op jou in. Oh, damn. Oh, we kunnen hier gewoon overheen rijden. Kijk dit. Hoezo vangrail? Fuck de vangrail. Wacht, ik kan er net. Nee, ik kan er net niet overheen. Jawel. Jawel, kom op. Ja! Ja, kijk, wat? Op zaten. Gewoon er vandoor gaan, jongens. Oh my god. Zie deze auto, hè? Haal me nou in. Haal me in. Haal me in. Haal me in. Nee, ik was te slow. Oh my god, ik kan hem eigenlijk beuken. Die kuthelies die zitten me even in de nek tijgen. Zullen we jullie even gaan killen dan? Jullie gaan dood, hè? Dat weten jullie. Even switchen weer. Daar. Nog een heli daar. Het is ook vet aan een muis dat je zo snel kan rondkijken. Op zaten. Dit ding is ook nog te snel, ook nog, hè? Voor zo'n gevaart is dit best wel snel. Op zaten. Ze rijden gewoon. Oh! Wat? We zijn gekilled! Door zo'n guy met een heli? Is dit, kan dit ding niet tegen raketten? Jongens, kan het serieus niet? Meen je dit? Wacht, nou. What the fuck? Kan het serieus niet? Maar ik moet nog wel even wat wapen. Of allemaal in dit ding. Oh, ja, kijk. Homing launcher. Grenade launcher. Homing launcher. Waar is die heli guy nou dan? Die is zeker weg. Heli guy! Where are you, bro? Where are you? Hoor die auto? Dag. Oh, hoe kut voel je als zo'n granaat achter, of zo'n raket achter ziet gaan. Maar jongens, dit was natuurlijk de GTA Gunrunning update dingetje. We hebben natuurlijk die tank gekocht, de mooie bunker die er super ziek uitziet. En wil je dan meer GTA zien op PC of op PS4, maakt niks uit. Laat dat even onderin de comments achter. En dan wil ik nog één ding zeggen. Like, abonneer en zeg tot bij de volgende video, jongens. Later mensen. Peace.